Voor president Desiree Bouterse is het belangrijk dat de gemeenschap weet dat de kasreserve niet is gestolen. Het geld is volgens het staatshoofd gebruikt voor onder andere de aankoop van een terrein van Assyria voor 20 miljoen US dollar en goud voor bijkans 85 miljoen US dollar. Beide bedragen zouden dus teruggestort kunnen worden. Toch wordt volgens de president het idee gewekt als zou iemand gewoon met 100 miljoen US dollar uit de bank kunnen lopen. Belangrijk nu is dat er afspraken zijn gemaakt met die twee autoriteiten, zowel financiën als Centrale Bank, waarbij de commerciële banken nauw betrokken worden bij de uitvoering ten aanzien van hetgeen dat zij met elkaar hebben afgesproken in die twee marathonzittingen. De president-commissaris van de Centrale Bank, Vijay Kirpalani, gaf daarop aan dat met de banken overeen is gekomen dat 330 miljoen US dollar wordt overgemaakt naar een ring-fence account. Dat is een rekening waarop de gezamenlijke tegoeden worden gestort en toch gescheiden wordt gehouden. Dat is inclusief goud, dat wordt geringfenced. Die middelen zijn bij de bank, zijn bij de Centrale Bank, dus dat geld hebben we. En dat zetten we onder een gezamenlijk beheer. Er is voor de shortfall bestaat uit twee gedeeltes. Om precies te zijn is 197 miljoen, waarvan 100 miljoen kasreserve en 97 termijndeposito's, waaraan gegaan is. Nogmaals, het geld is gebruikt voor een applicatie, te weten interventies, en dat had niet moeten plaatsvinden. Het is niet vervreemd of er is geen fraude gepleegd. Bij een interventie kreeg de Centrale Bank de tegenwaarde terug in SRD, dus die transacties zijn gelist. We hebben met de banken zijn we ook overeengekomen. Kijk, het waren moeilijke onderhandelingen om twee redenen. Eén, er was shock bij de banken dat vertrouwen dat de Centrale Bank dat gedaan had. Dat is één. Dus vertrouwen is geschaad. Emotie kropt op. We hadden daar heel veel mee te maken. Heel veel emotie. En at the end of the day, realiseerde we have to solve this. Regeringscommissaris van de Centrale Bank, Vijay Kirpalani, die gisteren op een persconferentie is ingegaan op de kwestie kasreserve Centrale Bank. Kirpalani zegt dat het bedrag dat tekort is, namelijk 100 miljoen US dollar kasreserve en 97 miljoen termijndeposito, binnen een redelijk termijn terugbetaald zal worden.